Welkom of welkom terug bij de Get Stuff Done Stage. De volgende spreker is Nathalie De Keulaar. Zij is CFO bij Fortino Capital. Zij is ook adviseur en coach. Zij heeft meer dan 10 jaar ervaring in financieringen ophalen bij financieringsfondsen en financiële instellingen. Zij wil ook vooral die financiële vraagstukken en vooral hun oplossingen begrijpbaar maken voor ondernemers die geen financiële achtergrond hebben. Ook heeft zij een boek geschreven, dat heet What the Fund. Dat leidt je ook door het proces als je voor de eerste keer financieringsfondsen zou willen ophalen. En ook leidt het je door het jargon. Of je kan natuurlijk op dit moment ook reeds in jezelf investeren en luisteren naar Nathalie, haar presentatie. Nathalie, the floor is yours. Talrijk te zien, vlak na de lunch. Ik heb soms het gevoel dat het geld uit de lucht valt. Ik weet niet of jullie daar dat gevoel delen. Wie heeft soms het gevoel dat geld uit de lucht komt vallen? Toch wel, ja. Nu, ik vermoed al de meeste van jullie niet, anders zouden hier niet zitten. Maar het is wel waar dat er momenteel heel veel geld in de markt beschikbaar is voor financiering. Ik wil dat eerst even nuanceren. Het doel van een bedrijf is uiteindelijk niet om financiering op te halen. Ook al in de media lijkt het soms dat start-ups en scale-ups en groeibedrijven als enige doel hebben om zoveel mogelijk geld op te halen. Maar eigenlijk, ja, wat is het doel van een onderneming? Is waarde creëren voor de aandeelhouders, voor de klanten, voor de mensen die er werken, voor de gemeenschap in het algemeen. Dus ik wil toch ook eerst nog eventjes een lans breken voor bootstrapping. Bootstrapping groeien dus op eigen krachten, want de beste vorm van financiering is nog altijd de financiering die komt uit klanten, inkomsten, omzet. Dat is de beste vorm van financiering. Waarom? Het laat u toe om zelfstandig te blijven. Het brengt u ook in heel nauw contact met uw markt. Je moet heel responsief zijn om te kunnen omzet genereren en om te kunnen mensen overtuigen van uw product en er geld voor te betalen. En het zet u ook naar later in een veel betere positie om ooit financiering te krijgen van een bank, van een investeerder, van een andere partij. Dus bootstrapping, ook al gaat het hier over financiering ophalen, bootstrapping is nog altijd een heel mooi mooi concept. Het leert u ook van heel lean en mean te opereren. Je moet echt heel nauwgezet met uw kosten omgaan. Iets dat later ook alleen maar van pas kan komen. Maar vroeg of laat komt er dan toch het moment dat je externe financiering wilt ophalen. Omdat meestal bootstrapping toch wel, dus het groeien met eigen middelen, een rem zet op uw groei. Dus als je op een gegeven moment een grote stap wilt zetten, een bepaalde dynamiek wilt kunnen realiseren, internationaliseren, nieuwe sectoren aanboren, ja, dan is het wel nodig om extern fondsen te werven. Nu, er zijn veel vormen van financiering. Vormen in de zin van leningen, aandelen, leasing, factoring. Subsidies beschouw ik niet als een vorm van financiering. Sommige mensen gooien dat dan op in de groep, maar subsidies is een mooie cherry on the cake, niet echt een financieringsvorm op zich. En niet alleen in vormen van financiering zijn er grote verschillen, ook in de herkomst van wie dat die financiering geeft. Nu, welke vormen van financiering en welke partijen die gaan geven, dat hangt vooral af eigenlijk van de fase waarin dat uw bedrijf zich bevindt. Dus in het begin, het is een tijdslijn van links naar rechts, in het begin is er alleen maar een idee. Je ziet met je drieën op café en je hebt een idee om een bedrijf op te richten. Je hebt nog geen omzet, dus dat is die donkerpaarse lijn. De omzet is op nul, je hebt alleen nog maar een idee. Je hebt heel veel risico, de grote rode lijn, want niemand weet, jij weet zelf ook niet, ga mijn product aanslagen, ga ik erin slagen van het op de markt te zetten, gaan wij als team functioneren, gaan wij iets kunnen bereiken. En in het begin is de nood aan kapitaal ook nog vrij gering om echt iets op te starten. Meestal valt dat nog wel best mee. Naar gelang dat uw bedrijf groeit, gaan de sales toenemen. Dus de paarse lijn gaat omhoog gaan. En meestal, als de omzet toeneemt, kunnen we dat een beetje als een proxy zien voor het risico dat daalt. Als je meer omzet hebt, heb je meestal als bedrijf al het een en het ander bewezen.
En is er dus minder risico, want je hebt bewezen dat je een product hebt, dat er mensen zijn die ervoor willen betalen, die niet alleen een freemium model willen, maar die echt wel bereid zijn om te betalen, dat je het kunt je klanten happy houden. Dus in die zin begint het risico te verminderen. Er is altijd een risico aan ondernemerschap natuurlijk, maar het risico neemt toch wel af in vergelijking met in het begin. En we zien ook dat de financieringscurve of de financieringsmiddelen een beetje diezelfde trend volgen. Dus er zijn andere financiers en financieringsmiddelen ter beschikking helemaal in het begin, als het risico nog hoog ligt. Die evolueren naar andere financieringsmiddelen als het risico afneemt, als de omzet toeneemt. Dus helemaal in het begin heb je de business angels, de friends, de fools, de family, crowdfunding, partijen die geïnteresseerd zijn of die uit hun buikgevoel eigenlijk investeren in heel risicovolle ondernemingen of risicovolle situaties in het begin van de onderneming. Naar gelang dat risico afneemt, de omzet toeneemt, beginnen er andere partijen in zicht te komen, zoals investeringsfondsen, banken, strategische allianties. En dan ook de banken, de bankleasing factoring, dus de financiële instellingen. Wat al die investeerders eigenlijk, wat belangrijk is voor een investeerder, is de het risico en de return dat zij afwegen. Dus mensen die heel veel risico nemen, gaan daar een behoorlijke return of compensatie voor verwachten. Mensen die minder risico nemen, verwachten minder compensatie. Nu, daarom dat in het begin dat er veel met equity wordt gewerkt of met converteerbare leningen. Dus mensen die echt een aandelen risico nemen, maar daar ook dan wel een groot potentieel hebben om daar benefit uit te halen. Maar tegenover bijvoorbeeld banken of financiële instellingen, zij hebben weinig kans op een upside. Ze krijgen alleen maar de interest terug die ze krijgen op de bedragen die zij ter beschikking stellen. Dus zij zijn bereid om minder risico te nemen. We zien nu wel dat in de laatste 2 jaar dat de banken en de financiële instellingen in het algemeen veel meer bereid zijn geworden om helemaal links in de curve aan het begin van de levenscyclus van bedrijven toch al aan financiering te geven. En je ziet, ik heb die stippellijntjes er moeten bijtekenen, omdat die ook veel meer aan het begin al geld ter beschikking stellen. Dat komt doordat zij eigenlijk groot deel van hun risico tegenwoordig kunnen afwenden op andere partijen. Er worden waarborgen gegeven door PMV, door de Europese Investeringsbank, die ervoor zorgen dat het risico voor de bank zelf, als er iets gebeurt met uw financiering, veel kleiner wordt. En dus daarom is er nu al veel meer bankfinanciering ter beschikking. Heel vroeg in het leven van bedrijven. Ook omdat het voor banken geld kost nu om geld zelf aan te houden bij de centrale banken. Dus met de negatieve interesse die er zijn, is het interessanter voor de bank soms om risicovol te beleggen of uit te lenen dan om het zelf op hun balans te houden. Ja, en uiteindelijk het walhalla van de ondernemer. Ik weet niet of dat voor jullie zo is. Wie gaat er naar een ambieert er een beursgang ooit in zijn bedrijf? Ja, dat is een beetje een typisch Belgische reactie. In België zien we dat eigenlijk zelden, dat een ondernemer echt in zijn hoofd heeft om een IPO te doen of met zijn bedrijf naar de beurs te gaan. Een beetje spijtig of niet, ik weet het niet. Misschien ook zijn we rationeler dan andere landen daarin. Maar dat is eigenlijk het ultieme stap om geld op te halen. Het is een beetje moeilijk om op 20 minuten een heel overzicht en tips en tricks te geven voor al die vormen van financiering, waar we het nu heel kort over hebben gehad. Maar ik ga toch proberen van jullie een aantal tips mee te geven die naar welke vorm van financiering je ook gaat nuttig zullen zijn. Nu, het belangrijkste is... Mensen hebben soms het gevoel van ja, het is een beetje rat van fortuin. Waarom krijgt de ene wel geld, de andere niet? Met een buurman wel, die niet. Het belangrijkste
aspect van financiering ophalen, van wie dan ook, van een investeerder in aandelen of van een bank die u leningen geeft, is vertrouwen. Wie dat er ook in u investeert, je moet vertrouwen kunnen creëren. Ik ben als investeerder, investeer ik in u omdat ik ervan uitga dat jij mijn investering met een flink rendement gaat terugverdienen voor mij. Bank, hetzelfde. Ik leen uw geld uit met het idee van ja, ik ga dat later terugkrijgen met mijn interest. Dat is op zich het concept. Nu, hoe creëer je dat vertrouwen? Een heel belangrijk element is, als je financiering gaat ophalen, dat je goed in je achterhoofd houdt van wie is mijn publiek, tegen wie spreek ik. Ik zie veel investeringspitches of documenten die voor de bank worden gemaakt, waar dat heel veel de nadruk wordt gelegd op het product. Dus eigenlijk is dat een beetje je verkoopspitch of je verkoopslides een beetje bijgetuned om te gebruiken naar uw bank toe of naar uw investeerder toe. Nu, dat zijn partijen die wel even willen weten van tja, hoe ziet dat product in elkaar en wat doet dat? Maar vooral, die willen vooral weten van wat kunnen jullie als bedrijf betekenen? Hoe gaan jullie dat product als bedrijf, gaan jullie het in de markt kunnen zetten? Gaan jullie rendement mee kunnen halen? Gaan jullie de strijd met de competitie aankunnen? Dus wat je aan een bank of aan een investeerder verkoopt, is niet uw product. Het is uw bedrijf. Dus dat is eigenlijk een heel belangrijk element, dat je dat eigenlijk naar voren brengt. Van what's in it voor de investeerder? En de investeerder is geen klant. Dus dat is eigenlijk een belangrijk element. Een tweede ding dat een investeerder of een bank of eender wie graag hoort, is we doen hetzelfde opnieuw. Wat bedoel ik daarmee? Do the same thing again. Ik moet als investeerder geloven dat jullie iets gaan realiseren. En de kans dat ik dat ga geloven is het grootst als je mij zegt dat je het al eens gedaan hebt. Dus eigenlijk ook venture capital en risicokapitaal investeerders, ze houden van risico, maar toch wel een beetje een berekend risico. Dus als jij mij zegt van ja, ik heb het al gedaan in Antwerpen, dus ik ga het nu ook doen in Antwerpen en Gent, dan wil ik dat wel geloven. Ik heb het gedaan voor de banksector, ik ga het nu doen voor de verzekeringssector, ik heb het gedaan in België en ik ga het nu doen in Nederland. Dat zijn dingen waar ik als investeerder wel oren naar heb, of als bank wel oren naar heb. Dus het is eigenlijk heel belangrijk dat je in je pitch ook benadrukt van dat en dat en dat hebben we al gedaan. En daarop gaan we bouwen om dat en dat en dat verder te doen. Dus, en hoe meer je mij kunt overtuigen van ja, het is eigenlijk maar meer van hetzelfde, meer, beter, groter, hoe meer dat geneigd zal zijn om in u te investeren. Dus als je al een bepaald team hebt, als je dingen gerealiseerd hebt, is het heel belangrijk om die ook te benadrukken. Een pitch die begint met, ja, we hebben dat gedaan in het verleden en nu denken we gaan helemaal iets anders doen nu en daar hebben we geld voor nodig, gaat veel minder krachtig zijn. Omdat je eigenlijk, als je een pivot wilt doen en je wilt daarvoor geld ophalen, ja, dan is het risico enorm groot. Want wie zegt dat je die pivot gaat kunnen realiseren? Wie zegt dat die nieuwe markt er is? Wie zegt dat dat nieuw product gaat aanspreken? Dus het is altijd veel gemakkelijker om geld op te halen als je op een of andere manier kunt aantonen van we are doing the same thing again. Het verhaal is belangrijk, maar veel mensen die investeringsbeslissingen nemen zijn toch heel cijfer gefocust. Dus zorg ervoor dat je voldoende cijfers hebt om je verhaal te ondersteunen. Dan bedoel ik meestal niet eurocijfers, want die eurocijfers zullen zeker in het begin nog niet zo heel overtuigend zijn, maar operationele KPI's, zoals het aantal, als ik zoveel moeite doe, zoveel marketing spenderen, haal ik daar zoveel nieuwe gebruikers uit. Als ik zoveel mensen naar mijn website kan krijgen, kan ik die zoveel converteren. Voor elke die ik converteer, kan ik zoveel euro verkopen. Dus echt heel goed bijhouden, van het begin af aan liefst, welke operationele KPI's, welke parameters, en hoe je die kan doen groeien. En normaal gezien zouden dat ook dezelfde parameters moeten zijn die je dan gebruikt in je businessplan om dat bottom-up op te bouwen. Dus als je weet van
Met 1000 euro in Google Ads kan ik zoveel leads naar mijn website hebben. Daar kan ik er zoveel van converteren. Die gaan dan zoveel kopen. Dan kun je ook je financieel plan naar de toekomst toe op die manier verder opbouwen. Je kunt zeggen van ja, hoe meer ads dat ik koop of hoe meer salesmensen dat ik inzet, hoe meer ik kan omzet en resultaat genereren en die dingen extrapoleren. Het hoeft niet in cijfers te zijn. Vaak een grafiek of iets dat grafisch voorgesteld is, spreekt nog veel meer dan gewoon een tabel met cijfers. Maar het is heel belangrijk dat je die cijfers in je achterhoofd hebt, ook als parate kennis, zodat je heel snel ook kunt antwoorden van hoeveel klanten hebben we nu, hoeveel omzet hebben we, hoeveel gaat het volgend jaar hebben, wat is uw forecast voor dit jaar, dat je die dingen echt los uit je mouw kunt schudden als je in gesprekken gaat met financiële partijen, zodat zij tenminste de indruk hebben en het vertrouwen krijgen dat je echt ook met die financiële kant en met die kwantitatieve kant van de zaak bezig bent. Ja, ik ben nogal een extreme voorstander van KPI's en rapportering. Dat is een beetje mijn achtergrond ook. Goede KPI's en goede rapportering helpen ook om goede beslissingen te nemen. In welke markten wil ik mijn focus leggen? Welke marketingbenadering is de beste? Als je de mogelijkheid hebt om AB-testing te doen, dus verschillende benaderingen naast elkaar uit te proberen en te zien welke dat de meest efficiënte is, en aantonen dat je ook op een dergelijke fact-based manier je beslissingen maakt, dat zullen ook naar een investeerder toe, dat zal ook vertrouwen wekken. Dan wil ik even iets met jullie delen. Ik zie veel dossiers waar dat ik cijfers krijg en die zien er zo uit. En die hebben jullie waarschijnlijk ook al van uw boekhouder gehad. Gewoon, je hebt daar een omzet van 1,7 miljoen en een resultaat van 12.000 euro. Is dat een goed bedrijf? Zou iemand daarin investeren? Of een banklening geven? Niet veel enthousiasme. Ze maken winst. Allee, ja, ze hebben een positieve cashflow, zo op het eerste zicht. Nu, dit is het soort cijfers waar je weinig succes mee gaat scoren. Ik laat jullie even een voorbeeldje zien van tja, als je die cijfers nu op een andere manier voorstelt. Als je zegt van tja, we hebben twee soorten omzet. De ene daarvan is aan het stijgen, de andere is aan het dalen. Maar dat is niet erg. Degene die aan het stijgen is, is degene waarmee we de hoogste marge genereren. We hebben saleskosten, die nemen toe. Maar dat is goed, want we willen meer omzet genereren. Onze administratie, algemene overheidskosten, die nemen af. Dus dat is ook weer goed nieuws. En we zijn flink aan het investeren in product development. Dan zeggen die cijfers al helemaal iets anders. Hè. Dus op die vorige slide zag je gewoon een omzet. Je kunt dan misschien zien eigenlijk zelfs dat je een omzet afneemt over de loop van het jaar. Maar als het de goede omzet is die toeneemt en de slechte omzet die afneemt, dan is dat eigenlijk een goede zaak. Dus door je cijfers een beetje aanschouwelijker of anders voor te stellen, kun je al een hele stap zetten in het overtuigen van een investeerder. En hier komt er dan ook een heel interessante bij, het bovenste lijntje, wat helemaal geen boekhoudkundige informatie is, maar de contracted, de nieuwe contracten die zijn afgesloten, de bookings in dit geval, toonden aan dat er enorm veel nieuwe contracten waren afgesloten op het einde van het jaar. Die moesten nog geïmplementeerd worden, die gingen gefactureerd worden in het begin van het volgend jaar. Ja, als je dat kunt tonen, getekende contracten voor mooie bedragen, is dat uiteraard ook al iets dat heel veel vertrouwen creëert en dat die cijfers van de vorige slide in een heel ander daglicht zet. Dus dat zijn de dingen die ik jullie wilde meegeven. Want als je met een investeerder of met een bank spreekt, denk erom tegen wie dat je spreekt. Je spreekt niet met een klant. Toon aan dat je weet wat je gaat doen. Dus doe hetzelfde opnieuw. En zorg ervoor dat je KPI's en cijfers hebt die spreken. Zijn er vragen? Als niet, dan wil ik jullie nog een laatste bonustip meegeven misschien. Al de investeerders en de banken die je gaat zien, die hun job hangt eigenlijk af van jullie. Jullie zijn de ondernemers, zij hebben het geld. Dat moet geïnvesteerd worden, dat moet uitgegeven worden in leningen. Dus vergeet niet, als je in dergelijke gesprekken gaat, je bent niet altijd in de ondergeschikte positie. Zij hebben jullie even hard nodig als jullie hen. Veel succes allemaal.